En dan nu? Hallo kijkers. Stel, u wordt uitgenodigd voor een feestje en u moet 25 gulden betalen om uw cadeautje af te geven. Dan stuurt u toch liever een kaartje. Een tijdje terug gaven we een feestje voor wat vrienden en familie. En dat was toevallig op Koop Zondag. We waren bijna 150 gulden aan parkeergeld kwijt. Vroeger moest je tol betalen als je over de rivier langs Nijmegen wilde komen. Of als je de rivier over wilde steken, moest je ook betalen. Als je de stad in wilde, kostte dat geld. Toen was er nog een stadsmuur en daar stonden poortwachters op en die hielden de boel in de gaten. In het tolhuis staat ook nog een oud tolhuisje. Tegenwoordig heten die tolheffers parkeerautomaten en die staan in 3 ringen om het centrum heen. In de groene ring betaalt u 3,5 gulden per uur en soms bent u verplicht om een dagkaart te kopen en betaalt u minstens 15 gulden per dag. Wilt u in de blauwe ring parkeren, dan betaalt u ruim 4 gulden per uur. En wilt u helemaal veel geld betalen, dan komt u naar de rode ring en betaalt u bijna 6 gulden voor het eerste uur. En in het tweede en volgende uur 7,5 gulden. De tolautomaten staan meestal alleen, soms in groepjes van 2 en soms zelfs 3 bij elkaar. Mocht u vergeten tol te betalen, hoed u dan voor de tolcontroleurs. Die vertienvoudigen de tolheffing minimaal, als het een beetje meezit. Die rijden trouwens in auto's rond die gratis mogen parkeren in de hele stad. Het gekke blijft wel dat we de mensen die dit beslissen en regelen met z'n allen ook nog eens een leuk salaris betalen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende week. Stel u gaat hier parkeren op het Joris Ivensplein. Waar staat dan de betaalautomaat? Kiekeboe, gevonden. Daar is goed over nagedacht. Dat zie je zo.